Kort geleden was Rijksmunt zo ver gevorderd met de aanmaak van de zilveren guldens dat ze in circulatie konden worden gebracht. Maar wij moeten de eerste gulden nog horen circuleren. Waar blijven al die zilveren guldens? Misschien weet het varken van kleine Jantje er meer van. Of anders tante Truida, die denkt dat er tussen zilveren guldens en welvaart een kausaal verband bestaat. Eén ding staat vast, de zilveren gulden valt goed in de smaak. Gelukkig worden er dagelijks zoveel zilveren guldens aangemaakt dat iedereen er spoedig genoeg van zal krijgen. Het is een troost dat er bankbiljetten blijven bestaan, anders zou het scheef lopen.